TouchFlow 3D op de nieuwe HTC Touch Diamond 2. Zoals je al in de review hebt kunnen lezen in de tekst, schrijven we dat HTC er eigenlijk heel goed in is geslaagd om TouchFlow 3D meer en meer de functionaliteit van Windows Mobile zelf over te nemen. Dus wat eigenlijk begon als gewoon een grafische schil om makkelijk zo met je vingers te kunnen bedienen, dat is eigenlijk een soort van bijna volwaardig besturingssysteem geworden. Het neemt Windows Mobile echt over. Het stopt het meer en meer weg. Dus dat is op zich een grappige ontwikkeling. Wat je echt als eerste merkt met TouchFlow 3D in de nieuwe Diamond 2 is de snelheid. Je ziet duidelijk dat ze niet stil hebben gezeten. Het is echt heel snappy. Het reageert heel direct. Er zit gewoon geen vertraging meer in. Het is gewoon heel mooi om te zien. Ik zal jullie in deze demo video één voor één de tapjes laten zien. Nou, dit tapje is het meest bekende. Het is gewoon je homescreen. Daar kan je een mooie achtergrond op gebruiken. Grote klok, datum, call history, dus je oproepen en de agenda items, die er dan nu op dit moment even niet zijn. En je kan hem zo omhoog halen om hier meer agenda items te laten zien en een kleinere klok weer te geven. Je ziet al op de manier waarop het gaat dat het gewoon echt, het reageert gewoon echt heel lekker. Nou, contacten, dat is heel simpel. Je hebt dus gewoon je contacten, de fotootjes die je dan kan laten zien van alle personen, om daar snel naartoe te bellen. Als je nu op All People drukt, dan krijg je dus een hele mooie lijst te zien die je eerder niet kreeg. En dat is dus ook een in TouchFlow verweven functie, dat je dus nu je contacten gewoon rechtstreeks in een soort van TouchFlow jasje gegoten krijgt met directe fotootjes. Als je nu een contact opent, dan zie je dus ook gewoon een wederom TouchFlow schilletje voor gewoon de contactenapplicatie. Dus foto van contactpersoon, naam, gegevens. Dan kan je nu gewoon ook opdrukken om rechtstreeks te bellen. Een tapje met berichten, een tapje met e-mailberichten die je van hem hebt ontvangen. Een tapje met recente gesprekken. Dat is wat ze dus onder andere bedoelen met dat people-centric communication in de nieuwe TouchFlow HTC devices. Dus dat is echt heel mooi om te zien hoe ze daar mee bezig zijn. Berichten. Je hebt dus gewoon heel simpel je sms'jes zoals je die voorheen ook had. Als je nu op all messages drukt, dan krijg je gewoon de standaard Windows Mobile interface te zien. E-mail. Nou, op dit moment geen accounts, maar dat is in principe gewoon hetzelfde zoals dat op de eerdere TouchFlow devices was. Webbrowser. Kan ik jullie wel eventjes een korte demo geven hoe dat met Opera Mobile gesteld is tegenwoordig. Moet ik hem wel even goed intoetsen. Daar gaat hij. Over de HSDPA-verbinding van 1,5 Mbit. En daar komt hij. Nou, de pagina is geladen. Je ziet het reageert goed. Die zoombar waar we het hier eerder over hadden, die kan je dus nu gebruiken om zo mee te zoomen. En je kan hem natuurlijk ook indrukken om weer uit te zoomen. Nou, dat was even heel kort door de bocht. Opera Mobile. Het reageert gewoon snel. Ik heb de indruk dat hij ook sneller is dan op andere toestellen. Maar buiten dat is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Je ziet hier ook de YouTube applicatie is gebleven. Nou, dit is ook weer typisch zo'n voorbeeld. De agenda. Er is een kalendertapje gekomen in TouchFlow 3D. Dus je kunt dus nu ook gewoon je agenda vanuit TouchFlow 3D beheren. In een TouchFlow 3D gebruikersomgeving. Dus als ik nu op deze dag druk, krijg je ook echt je dagweergave in TouchFlow 3D. Geloof het of niet, het is er allemaal. Nou, het aandelenscherm, dat kennen we al uit de Touch HD. Dus kan je gewoon onder elkaar je aandeelkoersen in de gaten houden. Dit is een hele mooie om te zien. Dit is gewoon verbeterd. Dit zat al in TouchFlow 3D. Maar het reageert gewoon echt heel erg goed. Sterker nog, als je nu de foto opent, dit lijkt wel
gewone iPhone qua snelheid. Je kan het nu beetpakken. Dat gaat heel goed. En als je dan nu hier een foto hebt en je zegt ik vergroot het zaakje, dan kan je gewoon rechtstreeks op die foto heel snel bewegen. Nou, dat is voor de vervent Windows Mobile gebruiker wel anders geweest op eerdere modellen. Het reageert gewoon heel goed. En heel snel. Dus nu is het eindelijk prettig om in TouchFlow 3D op deze manier zo je foto's te bekijken. Ik kan niet anders zeggen. Nou, het muziektapje is gewoon het muziektapje. Dat werkt in principe hetzelfde gewoon als het was. Alleen het draaien van je albumcovers naar het volgende nummer gaat gewoon veel sneller nu. Hetzelfde geldt voor de weertap. De overgang gaat gewoon heel vloeiend nu. Dus het is echt een softwarematige verbetering. En het trucje om daar en daar te drukken om al je weeritems te zien is ook nog gebleven. Je ziet, het gaat hartstikke goed. Dus qua animaties en dergelijke, waar je het idee had dat het voor sommige voor vorige devices gewoon niet te behappen was, gaat het nu gewoon hartstikke goed. En als laatste de settings tab. Nou, die is gewoon standaard in principe. Nu mis je die laatste tab die je eigenlijk bij je vorige toestellen wel had, programma's. Nou, ze hebben dus echt, en dat is het toppunt van het overnemen van Windows Mobile zelf, dat is nu je startmenu. Dus als je nu hierboven op start drukt, dan krijg je dus dat programmamenu. En dan kan je dus alle plusjes nog programma's aan toevoegen. Druk je op All Programs, dan krijg je dus alle programma's die geïnstalleerd staan, standaard of third party, tevoorschijn. En zelfs als je hier op de Hardware Windows knop drukt, dan moeten we eventjes teruggaan naar Home. Dan zie je dat je naar het TouchFlow 3D startmenu gaat en niet naar het Windows Mobile startmenu zelf. Nou, hoe kom je dan wel in Windows Mobile, vraag je af. En waarvoor heb je het eigenlijk nog nodig? Als je hier op het settingsscherm staat en je drukt op All Settings, dan kom je er wel. Dit ziet er dan bekend uit natuurlijk. Alleen, ja, ik zou eigenlijk niet inzien waarom je er naartoe terug moet. De applicaties zijn natuurlijk gewoon Windows Mobile en verder is het ook Windows Mobile wat eronder draait. En als je de 2D plugin TouchFlow 3D helemaal uitschakelt, dan blijft er ook alleen gewoon standaard Windows Mobile over. Dus ja, mocht je TouchFlow 3D helemaal niet vinden en het gewoon zonder willen doen, geen probleem, je kan het uitzetten en dan blijft er gewoon een standaard Windows Mobile User Interface over. Maar goed, ik zou nogmaals niet inzien waarom je dat nodig hebt. Nou, tot slot nog even snel rechtsboven die HTC Task Manager. Om afzonderlijk programma's echt te killen, kruisje rechtsboven ingedrukt houden om programma's te sluiten. Of deze hier om ze allemaal te sluiten, is nog steeds aanwezig. Nou, even kort door de bocht. Dat was een demo van het nieuwe TouchFlow 3D in de nieuwe Touch Diamond 2. Die we natuurlijk ook gaan tegenkomen in straks de Pro 2. En alles Windows Mobile wat HTC nog gaat brengen. Op lange en korte termijn.